Wij hebben een grote verantwoordelijkheid om internationale solidariteit te betrachten, maar die is niet oneindig. Nee. En dat zien we in de capaciteit van mensen die de IND bij de IND werken. Dat zien we in onze woningen voor onze jongeren, die uh, ja, daar natuurlijk ook recht op hebben. Ja. Dus het is echt een balans. U, u bent met elkaar er wel elkaar... van overtuigd dat met dit stelsel er uiteindelijk meer ruimte komt voor. Andere asielzoekers? Is, is dat wat u zegt? Ja, ja, want dat speelt natuurlijk even nog helemaal hier los daarvan. Ik bedoel, je kan hier avondvullend over doorpraten. Dat gaan we vanavond niet doen. Nee, maar kijk, het grote, het andere discussie... wat hier natuurlijk ook achterweg komt... wij hebben nu een systeem waarin de mensen smokkelaar bepaalt... wie er op Europese bodem uh, zijn toevlucht weet te vinden. En zolang we dat systeem in tak laten... Ja, dan is het ook gewoon een ja, niet-humanitair systeem, vind ik. Want daardoor hebben de mensen met het meeste geld... de meeste kans komen in, in Europa terecht. Ja. In plaats van dat de kwetsbare personen... die achterblijven in vluchtelingenkampen... Ja,